Welkom allemaal. We gaan nu lente Buddha bowl maken met allemaal lekkere ingrediënten die we hier hebben staan. Dus ik ga beginnen met de rijst even te wassen en spoelen en dan ga ik hem zo meteen opzetten. Nou, in de tussentijd ik zou jullie vertellen dat we hebben vandaag als een speciale gast Letty van Garde. Zij is een activiste, maar zeg precies wat je doet. Mijn naam is Letty Fajardo, inderdaad, ik ben een activist. Wat ik doe is proberen samen met heel veel mensen, overal in de wereld, eigenlijk, ik kan niet zeggen helpen, want daar hou ik niet zoveel van helpen, maar ondersteunen en samenwerken met mensen van de Amazonegebied, maar ook zeg maar voor rechten van vrouwen. Dat zijn meestal mijn hele grote inspiratie, maar ook wat ik als werk wil verder ondersteunen. Rechten voor vrouwen in de hele wereld? Of rechten voor vrouwen meestal in de Amazone of overal? Nou, overal in de wereld eigenlijk. Maar meestal in de plekken waar de vrouwen op die moment geen rechter hebben. Mm-hmm. Ja. Is erg mooi wat je doet. Nou, dankjewel. Maar ik zie ook dat de vrouw is niet alleen maar een vrouw. Een vrouw, maar volgens mij gaan we verder met de uitleg. Ja. Iemand kan deze schillen. Mm-hmm. Wil je dit doen? Nou, ik kan dat wel doen. Geef je een taak voor mij? Even kijken. Ja, jij mag de radijsjes wassen. Oké. Hoe noem je deze? Zoete aardappel, toch? Zoete aardappel, ja. Okay. Die gaan we straks in plakjes bakken. En dan komt het zometeen samen in een schaal met rijst. De radijsjes gaan we wat mee doen. Mm-hmm. En de bosui. Moet ik de blaadjes eruit zetten? Ja, de blaadjes mogen eraf. Oké. En wat is jouw laatste actie? Wat heb je gedaan in de laatste tijd? Wij zijn mee bezig met de UDAT. Dat is zeg maar de Unie of ik kan beter in Engels zeggen, de affecte mensen, of de affecte people van de oliemaatschappij te Chevron in die tijd. Texaco. Okay. En ze hebben nu 25 jaar een legaal procedure tegen Chevron. En dat duurt heel erg lang, maar ze hebben ook zeg maar, verschillende problematiek. In principe hebben ze de rechtszaak al gewonnen in Ecuador. Maar wat gebeurde precies? Omdat misschien sommige mensen weten niet wat dat overgaat. Precies, je hebt gelijk. Nou, wat gebeurde was rond de jaren 60 heeft Chevron in die tijd Texaco in Ecuador in de Amazonegebied gewoon olie gewint. Door die oliewind heeft gewoon de water, maar ook de land verval. Echt gewoon na 25 jaar. Het is nog niet goed. Precies, is nog niet goed. En wat we zien is dat mensen ziek worden. Ze konden niet zwemmen of vissen. Of, als wij wel goed begrijpen, indigene mensen zijn mensen die niet. Ze hebben een andere manier van leven. Het is meer dicht bij de natuur, toch? Ja, dicht bij de natuur. Maar ze halen alles uit de natuur: het water, de fruit, gewoon vissen. Het is grappig dat je dat zegt, omdat wat halen we dan vandaan? Precies. Ja, precies. Maar kijk, ze vroeger vissen of zwemmen gewoon in de rivier of in de zee. En nu hebben ze van die, hoe noem je dat, die visserij die in de zee is of in de rivier. Maar een manier om gewoon vissen te laten groeien. Ja. Die helemaal anders is dan vroeger. Maar ja, terug naar de Amazonegebied, als het de water vervuild is, betekent dat de vissen kon ze niet meer eten. En in olie is het is niet biodegradabel, zo gaat niet weer. Als je niet opgeruimd wordt en schoongemaakt wordt, blijft dat jarenlang en jarenlang. Zoals wij zien, dat is precies, het is begonnen in de jaren 60, nu zijn we in 2018. En als je daar naartoe gaat en dan gewoon een gaatje maken in de grond, komt gewoon olie eruit. Jeetje. Ik bedoel, je kan echt niets planten en niets groeien daar. En je bent nu bezig met ze te helpen? Ja, we zijn mee bezig, omdat, kijk eens, wat er gebeurt met de mensen van de UDAT, is niet in enige zaak of enige geval. We zien wereldwijd dezelfde problematiek. Ik ben al begonnen met die, maar is het al zo goed?
Ja, je kan deze snijden. Dus gewoon zo in plakjes. Uh-huh. Doe maar de helft of zo. Oké, is goed. En ik heb intussen even de zoete aardappel gebakken met wat olie. Ga ik ze straks omdraaien en dan komen die ook boven op de Boeddha-bol. En ik ga zo deze met een beetje umesu, een soort azijn, ga ik die marineren. Mm-hmm. En dat komt straks allemaal boven op de bol. Goed. Dus, heel lekker. Ja. Oké, maar je was aan te vertellen. Ja, ik was aan te vertellen omdat wat gebeurde met de Boeddha. Waarom dat maakt zo'n emblematische geval? Mm-hmm. Omdat wij zien wereldwijd, we praten over climate change, we praten over vervuilnis, over verschillende dingen, maar waar we zien dat allemaal in hele grote proportie, is gewoon in die plekjes waar de mooiste natuur bestaat, zeg maar in het Amazonegebied, maar ook in de regenbouw in Indonesië. Het zijn echt prachtige plekken dat op dit moment worden gewoon vervuild, gewoon is toegemaakt door de winning van olie, gas, mining. En dat geeft ook een vervolg voor iedereen, omdat die zijn de longen van de aarde. En de aarde is hetzelfde voor iedereen. Ja, en wat wij zien is eigenlijk, wie doet dat? Het zijn hele grote transnationale bedrijven dat op dit moment gaan overal in de wereld gewoon... weet je wat, ik denk zelf dat het systeem wat dat op dit moment hebben is ziek. Ja. We hebben een soort, als iemand verslaafd is aan drugs... Ja. Die persoon zou stelen en doen alles om geld te krijgen om weer drugs te kopen. Ja, maar kan niet anders. Precies, ik kan vergelijken het kapitalistische systeem als een ziek systeem die verslaafd is. Ja. Aan de natuur... kapot te maken, precies, aan hebben. Precies, ja. En zeg maar aan de winnen van alles wat de natuur kan geven. De natuurbron. Ja. En het maakt niet uit als je dood zijn de mensen of de dieren of de planten. Nee, omdat ze willen gewoon die winst. Maar denken die mensen niet aan de toekomst? Omdat natuurlijk dat geen vervolg voor nu, maar ook voor later. En die mensen zullen ook kinderen hebben en willen ook een betere toekomst, denk ik. Eerlijk gezegd, ik heb heel vaak gedacht, eigenlijk, hoe moet je in elkaar zitten om dat zo te doen? En er zijn mensen die hebben de contact met de natuur helemaal verloren. Er zijn mensen die zijn naar Harvard gegaan, naar een van de mooiste, goede universiteiten. En woning in een hele mooi complex. Maar ze hebben de natuur bron verloren. De connectie met de natuur is er helemaal weg. En dat is als je het moment dat verloren hebt, dat denk je niet zoveel meer aan de natuur. Als ja, het bestaat niet meer, zeg maar, in jouw wereld, zeg maar. Ja, precies. En daarom eigenlijk, activisme is niet anders. Activisme soms klinkt heel mooi, maar activisme is jouw verantwoordelijkheid nemen. Als mensen, voor onze mensheid, voor ons milieu, voor alles wat we leven, inclusief de mensen, te helpen. Ja, alle levende creaturen. Precies. Maar veel mensen denken over activisme, dat wij zijn andere soorten mensen. Maar ik geloof, en ik denk dat jij ook, dat iedereen kan een activiste zijn. Precies, dat denk iedereen ik heeft veel kracht. Ja. Maar hoe kunnen ze dat kracht gebruiken? Ik denk dat de kracht van de mens... Dat ruikt al lekker. Ja. De kracht van de mensen is in de mens. Soms wordt op verschillende manieren een beetje is het verstopt of verdoofd. Maar als je dat probeert naar buiten weer te krijgen, zit er heel veel in. Zo denk ik om verandering te krijgen. Je hoeft niet hele grote problematiek oplossen, maar je kan beginnen van je eigen keuken, van je eigen huis. Bewust precies. Worden van wat je doet, wat je koopt, waar komt die vandaan? Hoe is mensen met wat jij doet of de natuur? Ja, met al die vragen. Ja, alles heeft een vervolg. Ook een kleine, als je kookt, iets gezond of biologisch, organiek. Dat heeft ook een vervolg. Precies. Willen jullie iets proeven? Ja, graag. Ja. Dit is tempeh van lupine gemaakt. En die gaan we straks ook boven op de bol doen. En ik ga nu, we hebben de radijs gesneden. En daar doe ik dus die soort azijn bij. En die kun je dan een beetje mengen. Wat is dat precies? Is azijn met wat? Je hebt zoute Japanse pruimen, van die roze pruimen. Die zijn gepikkeld, dus die zijn anderhalf jaar in zout gelegd. En in Japan eten ze die allemaal... Hoe lang? Anderhalf jaar. Jeetjes. En in Japan eten ze die traditionele mensen, die eten dat eentje per dag. En daarom worden ze 100. En die pruimen... Dat worden wij. Ik heb hier nog meer. Is het bijzonder smaak? Het is zout en zuur tegelijk. Maar echt lekker. Heel sterk. Maar je kan het heel lekker als smaakmaker gebruiken. Mm.
En het gaat straks ook nog door de dressing. Dus de radijsjes krijgen lekker die zout-zure smaak. En straks gaat het door de dressing. En de aardappeltjes zijn bijna klaar. Die waren in de proeven. Snijden. Ja, ik kan even proeven. Oké, zo gewoon zo. Ja. Ja, straks ga ik ze nog bakken. Maar kun je vast proeven. Mm, dat ik een beetje lang. Sorry. Wat is dit? Lupine. Lupine? Ja. Okay. Wat is precies de lupine? Volgens mij is het een bloem. Ik bedoel, mijn oma gaat lupine planten met verschillende kleuren. Zou kunnen. Ze hebben sowieso bloemen. Ja. Maar het zijn eigenlijk ook een soort bonen. Ja, van, een soort bonen. Echt een eiwitproduct, zeg maar. Dus een beetje vergelijkbaar met de soja, maar meer gezond. Ja. Ja, en het komt vaak ook, volgens mij komt het ook uit Nederland. Dus. En soja komt vaak, over Amazone spreken en soja. Ja, precies. Dus, wat kan je ons het vertellen? Het is bijzonder wat je zegt over lupine. Omdat ik heb zo'n vrienden uit Sudan. En toen, een tijdje geleden, had ik een ongeluk. En ze zegt tegen mij, je moet lupine eten om je gewicht weer sterk te laten worden. Kijk eens. Dus ik heb heel veel van lupine gegeten. Hey. Oh, nou. En hoe voel je? Nou, die zijn lekkerder. Die andere waren gewoon in zout water een beetje laten koken en gewoon zo eten. Maar in zo heel bitter, hè? Klopt dat? Ik heb het niet zo heel vaak gegeten. Want ik gebruik heel vaak tempeh. Mm-hmm. En tempeh zijn wel sojabonen en dan weer een ander soort variant. Dus ik ga ook even proeven. Mm-hmm. Maar om de bitterheid te laten weghalen, je moet zoveel koken en meerdere keer van water veranderen. Oh, bijna vijf keer. De bitterheid gaat in de water misschien. Ja, en dat. Ja, in zout koken en proberen tot je helemaal dat niet meer proeft. Dat lekker ding heeft zijn trucje. Ja. En wat ik vind fascinerend is, er zijn zoveel ingrediënten in de natuur dat we niet eens kennen. Nee. En de leuke keer dat ik reis naar een ander land, een zelf ander continent, is een andere wereld. En je denkt, wauw. Ja. Oh, die zijn klaar. Is zo mooi met eten, de diversiteit is enorm en is zo mooi om zo te bewaren, daarom. Ja. Eigenlijk vechten wij zo hard om die te bewaren. Diversiteit van mensen, natuur en voedsel. Ja, maar dat maakt het mooi, dat is een soort, we gaan het zelfs te monoton, dat niet te doen. Nou, gaat makkelijk hè? Gaat lekker. Dan gaan we deze doen. En die zijn de lupine. De lupine. Ja. En je geeft gebruik gewone oil? Of, zonnebloemolie. Zonnebloemolie? Ja. Okay. Is het waar dat met olijfolie kan je niet bakken? Dat olijfolie is niet goed om te warm? Ja, je hebt de extra virgin, zeg maar. Die is echt, die moet je rauw eten, zeg maar. Dus die gebruik je voor salade en zo. En de gewonere kun je wel mee bakken. Maar eigenlijk ook weer niet te hoog vuur. En zonnebloemolie kun je echt mee frituren ook. Dus dat kan echt goed heet worden. Okay. Dat is eigenlijk altijd wel goed. Qua smaak is meer neutraal, toch? Ja, dat is bijna geen smaak. Dus kun je goed gebruiken. Ah, super. Rook heerlijk hier. Ja. En ja, terug naar de ingrediënten. Dat is zo jammer dat dingen gebeuren tegenwoordig al gelijk bij Monsanto. Daar weet je veel van. Ja, dat klopt. Eigenlijk, ik kan zeggen dat een enorme bedreiging wereldwijd. Je ziet ook hier in Nederland, maar je ziet ook in Zuid-Amerika, in de US, maar ook in Afrika. Die begonnen allemaal in de jaren 70 met de Groene Revolutie. Mm-hmm. De Groene Revolutie was een systeem gecreëerd om heel veel voedsel te maken op een hele enorme massa, zeg maar een enorme massaproductie. Zo heel veel produceren, heel veel produceren. En waar ze alle normale natuurlijke processen versnellen. Mm. En, maar het is gewoon, ik kan zeggen dat voedsel is het. Heeft te maken met identiteit, wie je bent, waar je vandaan komt, waar je gewoonten zijn. Ja. En op dit moment, wat je wordt gezegd, is je moet op die manier eten, je moet dat eten en dat is als een voedsel. Diversiteit heeft op dit moment een bedreiging. En ik denk dat is wat we moeten bij je voorzetten. We moeten gewoon die kunnen natuurlijke manier eten. En heel Monsanto, omdat Monsanto is het op dit moment willen de eigenaar van de zaadjes zijn, betekent dat. Eigenlijk is een hele grote problematiek. Het begon in India.
dat de boeren in India moesten zeg maar, de zaadjes van Monsanto kopen. Mm-hmm. Maar die zaadjes zijn, als ik goed zeg, hybrided. Uh-huh. Betekent dat de zaadjes kan je alleen maar één keer gebruiken. Ja. Dat is helemaal tegen natuur. Jullie natuur, je eet een appel, precies. Je gooit de pietje en komen en boom. Wat is goed voor iedereen. En wat mooi was, dat vroeger, zeg maar, de vrouw waren degene die de mooiste zaadjes bewaarde voor de volgende, hoe noem je dat, harvest? En consumeren de producten, bewaren de zaadjes voor de volgende jaar. En dan ging ze weer planten. En dan krijg je de mooiste fruit, groentes enzovoort. Maar op dit moment eigenlijk, dat zaadjes moet kopen van Monsanto, betekent... Omdat het produceer is niet meer te gebruiken. Nee, en ze moesten een lening maken om dat te kopen. En omdat de oogst was niet goed. Dus ze konden niet de lening terugbetalen. En heel veel van de boeren hebben gewoon zelfmoord gepleegd. Omdat ze hadden een enorme schuld, die kon echt niet meer betalen. Want ze hebben kinderen om eten te geven, en ze hebben een familie te houden. Wat interessant is, dat er zijn heel veel bedenken, omdat we moeten niet somber worden. Ja. Je wordt alleen maar een sterk van. Ja. En je denkt, hoeveel moet je moet doen en hoeveel moeten mensen onze verhaal te vertellen. Dat is mijn point ook. Ik wil niet te zwaar maken of zo, maar ik denk dat informatie is de grootste wapen dat we kunnen gebruiken tegenwoordig. Omdat de meer dat je weet, de meer je kan over praten, de meer je kan vredelijk vechten voor. Ja. En liefde is de grootste kracht van iedereen en van de aarde zelf. Dus als je met liefde en respect gaat met natuur en met alles wat je wil voor vechten, moet iets gebeuren. Ja, dat is waar. En er is een enorme beweging wereldwijd, die heet The Guardians of the Seeds, mm-hmm. De bewaren van de zaadjes. En zijn mensen eigenlijk die expres hebben ze seed house gecreëerd. En het was heel interessant, omdat toen wij discussiëren over de naam, wij hebben bewust niet gekozen voor seed bank. Omdat de bank is een kapitaliste terms. Mm-hmm. En ik denk dat de zaadje moet een home hebben. Het is zo mooi eigenlijk, want de zaadje is een levende. Geeft leven door. Ja, dat is toekomst, dat is doorgaan. Dat is... So, er bestaat op dit moment de Guardians of the City wereldwijd. En zijn mensen vanaf Hongarije tot Colombia, tot Californië. Die gewoon samen met elkaar komen, zaadjes delen met elkaar. En is zo mooi om te zien. Ik word zo blij als ik zie dat mensen... Doe ook iets tegen die Monsanto en tegen die bedreiging. En daar ben ik blij om. Omdat de kwaad bestond altijd. Ja. Maar dat mensen ook goed doen en tegen die kwaad aangaan, dat maakt mij blij. Ik denk erg mooi. Ik wil daarna meer horen over dit project. Ja, graag. Dat klinkt echt speciaal. En misschien ook de mensen die zitten aan te kijken naar onze programma, meer weten ook. Dus dat gaan wij ook speciaal in onze site iets over vertellen. Ja. Heel graag. En jullie in het bijzonder die met eten wezen zijn. Ja. Ik heb nog even de lupine heb ik met een beetje sojasaus nog afgeblust. Want die mm-hmm. hebben van zichzelf niet zo heel veel smaak. En met de sojasaus wordt het veel lekkerder. En ik ga nu eventjes de vaste dressing maken. Want we moeten nog even wachten op de rijst. Mm-hmm. Het is volkoren rijst. En die... daar is die al. Die begint een beetje te pijn. Die moet heel lang koken. Die moet 35 minuten koken. Oké. Okay. En daarom heb ik die als eerste even opgezet. Dan kunnen we intussen alle andere dingen maken. Mm-hmm. Dus ik ga nu een dressing maken met dus weer die pruimenazijn, zeg maar. Ja, pruimenazijn. Sesamolie en sojasaus en olijfolie. Mm-hmm. Dus ik moet even een bakje zoeken waar ik het mooi kan mengen. En dan kunnen we dat straks, als alles klaar is over de Buddha bowl heen. Dus hoe ga ik even een schaaltje zoeken. Dit zijn... kiemen van allerlei boontjes, dus moonboontjes, die groene boontjes. Daar gaat hij weer. Zo. Misschien ken je deze wel, kikkererwten? Ah, kikkererwten kennen ze wel. En dit zijn volgens mij kidneyboontjes. Hey, maar ze zijn al aan te groeien. Die groeien, dat die kun je een eten. Plant kunnen... Oh, oké. Okay. Ja. Dat zou dus een enorme lekker voor in hebben, de, voor in de lente. Zo lekker frisse groente, zeg maar. Wow. En dat is op zo'n bowl heel leuk. Dan heb je eigenlijk de warme rijst, de gebakken groentes. En een beetje rauwe spinazie nog. En een rauwe radijs. En dan de kiemen erbij. Een beetje zo'n frisse.
Dat je kookt vaak veel ook met energie. Met de energie van verschillende ingrediënten en verschillende. Ik heb van jou supermooie workshops ook gevolgd. Waar je ook praatte als bijvoorbeeld iets groeien onder de aarde. Geef een andere energie dat iets groeien met de zonlicht. Vertel. Ja, je hebt zeg maar ronde groentes. Dat zijn pompoen, ui, komkommer, radijsjes. Die zijn allemaal rond en die hebben een ontspannend en versterkend karakter. Dus als je daarmee kookt, bijvoorbeeld uiensoep. Hè, als je een lange reis hebt gemaakt en je komt ergens aan op een retraite bijvoorbeeld. Dan serveer ik pompoensoep en dan kom je aan en dan kun je lekker ontspannen. Als je bijvoorbeeld groene groentes hebt, zoals prei en broccoli en kolen en zo, die groeien zeg maar naar boven. Dus ze hebben meer een actieve energie. En als je die dan gaat wokken in zo'n grote wok, ja, dan geeft dat zeg maar meer energie. Echt zo'n uplifting idee. Zo'n kick. Ja, een kick zeg maar. Wow. En zo kun je met de kookstijlen dus een beetje spelen. Dus als je kinderen hebt die heel druk zijn, dan geef je die lekkere stoofpotjes en ronde groentes. En als je iemand van de bank wilt krijgen, dan nou een beetje wokken. Wow. Dus, zo mooi. Dus het is echt een effect. Wat wij eten, we hebben een effect absoluut in onze, niet alleen in onze lichaam, maar ook in onze moed. Ja, zeker. Ja. Ja. Ook in onze gedrag? Ja, ik denk wel dat het uitmaakt wat je eet. Ja. Volgens mij in gevangenissen geven ze mensen ook eten, zodat ze zeg maar rustig blijven en niet agressief worden. Wat dus, liefdiger. Ja, wauw. Ik vind het zo fantastisch om dit te weten. Het is zo mooi. Ja, het is altijd. Ja, je weet een heleboel over dit soort dingen. Je wordt altijd fascinerend vooral dit. Ja, het maakt wel uit wat je eet, ja. Ja, en ook over yin-yang energie, vrouwelijk of mannelijk energie. Dat zit ook in ons eten, toch? Ja, ja. Ik ga even nog een schaaltje zoeken voor die dressing. Ja, die moet ik hebben. Is die niet genoeg? Is het te klein? Die is een beetje te groot. Ah, te groot. Ik heb hier al eentje. Zo. Kijk, moeten we alles kunnen mengen? Oké, dat is mooi, omdat ik ben niet zo goed met de saus aan te maken. Dus wat gooi je? Als je het koopt, als je een box hebt besteld, dan komt het natuurlijk allemaal precies in de goede hoeveelheden. Dus dan is het gewoon bij elkaar. Je hoeft niks te denken aan, helemaal niks. Dat is heel makkelijk. Dus, dat is de bedoeling, dat erg makkelijk wordt. En dan ben je zo klaar natuurlijk. Oké, zo de ingrediënten komen allemaal zo alleen maar klaar op te mixen. Ja. Je hoeft ze niet te meten. Nee, dat is heel makkelijk. Dat doen wij voor onze klanten al. Ja, daar ben ik heel blij om. Want ik begrijp, er zijn mensen die precies zijn, die konden heel goed meten. Maar wij zijn anderen dat wij... Ja. Die meter is niet voor ons. Nee, en ook veel mensen nog geen tijd om elke ding in de weegschaal te gaan. Ik vraag me af, ook soms dat thuis heb je niet al dit toestel om zeg maar, al die dingen om te meten. Ik bedoel, zo'n milliliters en grams en allemaal, of te wegen. Precies, dus dit is lekker makkelijk. Het is gewoon mix dit met dat. Je weet dat de kwantiteit en passen precies. Ja, eigenlijk het enige is nog de rijst. Dus, hoe heb je, sorry voor de vraag, misschien is het de basis, maar hey, hoeveel water zet je per... Je krijgt zeg maar per persoon 50 gram rijst. En dat wordt 100 gram. Dus je moet ongeveer dubbele aan water erbij doen. Okay. En dan krijg je gewoon goede rijst. Oké, dus altijd dubbele water dan rijst. Ja, zoiets. Is dat zo met alle granen of? Nee, het is wel verschillend, ja. Okay. Dus met polenta, dat is die mais griesmeel, zeg maar. Ja, die kun je tot 3-4 keer zoveel water doen. Absorbeert. Ligt eraan hoe stevig je het wil hebben. Dus, en ik was een keer in China en daar eten ze bijvoorbeeld giers. Dat zijn van die mooie gele bolletjes. Yeah. En daar eten ze het zeg maar echt als ontbijt. En dan heel waterig. Dus dan heb je zo een beetje zo soep en dan een paar van die bolletjes. Yeah. En toen ik daar kookte heb ik het gemaakt zoals in het Westen. En dat is eigenlijk gewoon droog zoals rijst. Dus echt zo, is dat giers? Dus die wist eigenlijk niet echt dat het ook anders kon. Dus, dat is wel leuk. Het is mooi ook, hè? Hele traditionele koken, opeens dezelfde producten op een andere manier gepresenteerd. Ja, precies. Met de cultural background en dan, wat gebeurt het? Geeft een effect. En je zei dat is integrale... Ja, volkorenrijst, ja. Die is veel voedzamer. Uh-huh. En daar zit veel meer in dan, zeg maar, witte rijst bijvoorbeeld. Dus vezels, vitamine, mineralen, koolhydraten, eiwitten, oliën. Er zit eigenlijk alles in. En de witte variant, dus witte rijst, wit brood, een witte pizza... daar wordt heel veel eigenlijk uitgehaald. En eigenlijk eten mensen gewoon te weinig vezels. En eigenlijk andere voedingsstoffen, die mis je dan. En dan krijg je gewoon ook tekorten. Dus
Dus daarom kies ik dus voor volkorenrijst. Dus dit is meer gezond van, ja, volkorenrijst. Ja, dan hou je lang energie. Met witte rijst, dan, ik krijg dan al heel snel weer honger. Mm-hmm. Dus, het is bijzonder, omdat in Ecuador, waar ik vandaan kom, in de laatste jaren zie ik dat heel veel mensen meer rijst gaan eten, witte rijst. Een enorme bak rijst met klein beetje groentes of wat anders. Mm. En iedereen ziet er gewoon echt behoorlijk wat... Stevig. Ja, precies. Mm. Maar ook, ik vraag me af... Was dat gezond? Precies, is het een beter alternatief. Zeker. Heb je al zout gegooid of dat moet in later? In het begin, ja. Dus moet de water en de zout in één en daarna gooi je de rijst wanneer dat plof plof. Ja. Okay. Of olie of niet? Nee, geen olie. Ah, okay. Mijn oma deed dat ook, olie. Ja, precies. Nou, mijn oma deed de knoflook met olie en daarna gooi je de rijst en daarna de water. Ja, dat noemen ze een beetje Braziliaanse rijst. Dat koken ze eerst de olie, uien, misschien knoflook en een beetje zout en daarna de rijst een beetje bakken en daarna hete water. Ja, hij is eigenlijk wel bijna goed. Het is natuurlijk een beetje lastig. Ik ben gewend om voor groepen te koken. En dan kook ik natuurlijk 2 kilo rijst in één keer. En dit is, kijk, dit is voor 1 persoon. Dus, dat is wel heel anders. Zit zo minuut. Dus ik ga hem even afgieten. Als je voor meer mensen kookt, dan is die natuurlijk helemaal mooi droog. Ja. Maar ik ga even afgieten en dan is die klaar. Normaal gesproken moet je je altijd afgieten of niet? Nee, als je het precies goed doet, volgens het recept, dan is die gewoon helemaal mooi droog. Oh, oké. Mm-hmm. Ja, we koken altijd voor 1 persoon, omdat die soms een voorbeeld te geven natuurlijk. Maar iedereen kan bestellen voor hoeveel mensen ze willen de ding maken. Ik vind het ook mooi, omdat kijk eens, ik ben ook tegen voedsel verspilling. Verspilling, ja. En ik denk dat is ook een van de hele grote problematiek. Dat, we zijn te gewend om alles weg te gooien. Ja, precies. Alles. Als een relatie niet werkt, we gooien. Kijk eens een nieuwe. Als een schoenen niet mooi zijn of een fashion, we gooien. Je bent helemaal tegen. Probeer te repareren voordat je weggooit. Is het bijzonder, omdat als jij zeg maar in Zuid-Amerika of in Afrika ben, toen ik klein was, wij gooien nooit weg tot echt niet meer kon repareren worden. Alles repareren we wel. En hier in Nederland, soms de eerste jaren, zag ik, kom op, hoe kan je zo'n mooie stoel weggooien? Of een televisie alleen maar omdat je een ander gaat kopen. Nieuw, natuurlijk. Het is bijna niet te begrijpen dat zo'n mooie dingen zitten op straat. Precies, ik ben heel blij met de kringloopwinkels. Juist. Ja, het is een tweede leven, een hele mooie manier om duurzaam te zijn met producten. Ja. Nou, zoals je ziet is de rijst klaar. Dus dat wordt de basis. En dan kunnen we dan... de rest bijleggen, omheen, zo, en het leukste is natuurlijk in een mooie schaal, zo. Ja, eten gaat ook door de ogen, hè? Een beetje mooi en... Ja, dan kun je deze afgieten, aha. Dan kun je erbij doen, zo. En deze kunnen erbij. Zo. En de kiemen. Wauw. Ziet er zo mooi uit. En het ruikt zo lekker. Nou, misschien wil jij dressing erover doen? Ja. De geur is ook heel puur, hè? Ja. Oh, bedankt. Ja, waar jij het op zou doen voor jezelf. Ja, of wel. Misschien niet in de radijsjes, omdat die hebben nu al zijn eigen smaak. Oh, die hebben eigen dressing, ja. Ja. Nou, dit is de Buddha bowl. Oh, deze nog. Ja, we staan te kijken naar die. Ja. Dat gaat ook rauw. Ja, dat gaat ook rauw, ja, natuurlijk. Dat is lekker scherp. Dus je hebt de zoete aardappel... scherpe radijsjes en scherpe bosui. Nou, zo. En een beetje zoute lupine. Mm, echt dus deze is echt wauw, super lekker. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk.